Hartelijk bedankt voor uw bezoek, hè. En nou ja, misschien tot ziens. U vindt het wel. Ja. Goedenavond. Marco Bakker. Meneer Bakker, hartelijk welkom hier in de zaken. Een ogenblikje. Wat leuk dat u er bent. Van Gulden is mijn naam. Aangenaam. Ik ben de directeur hier van het Feestpaleis. Kan ik hier ook een hapje eten? Maar natuurlijk kan u hier een hapje eten. Ik zal een mooie tafel voor u uitzoeken. Ja, beetje rustig. Een beetje rustig. Ja, een beetje precies. Aangenaam. Dat hoeft u mij niet te vertellen. Wij zangers onder elkaar, wij weten dat. Zingt u ook? Ja, ik probeer wel eens een Weens liedje te zingen, maar natuurlijk niet met de klasse van Marco. Wilt u dat een beetje stilhouden? Maar natuurlijk, ik breng u naar het tafeltje, meneer Bakker. Neemt u plaats. En hier is de menukaart. Alsjeblieft, had u nog een aperitiefje gewenst? Nee hoor, dank u wel. Nee, zoals u wilt. Gleed er wel weer net, hè? Oh. Ha, het smaakt hier weer. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Wat is dat, hè? Wat doe je? Marco. Wie? Marco Bakker. Daar achter je. Marco Bakker, achter mij? Wat is hij echt? Wacht even. Waar zit dat krengel hier? Het ziet er lekker uit, het tuin. Vent. Ik kom daar zitten. Ja. Kan ik hem beter zien? Schuif ze een beetje op hier zo. Ja. Schuif ze ietsje op, nou, ja. Ik kan ze niet zien. En hebt u al een keuze kunnen maken? Ja, graag een gemengde salade. Een gemengde salade. Ja. Omelet champignons en een glas rode wijn graag. Oké, omelet champignons en een glas rode wijn. Neemt u me alsjeblieft niet kwalijk. Ik vind het jammer dat ik geen ander tafeltje voor u heb, meneer Bakker. Maar alles was bezet in het restaurant. Dat hindert niet. Ik zeg altijd maar zo. Je moet je pas zorgen gaan maken als ze je niet meer herkennen en niet meer reageren. Ah, ja, dat begrijp ik. Daar hebt u gelijk in. Sorry. Kan zo toch niet? Schuwelijk. Zo gauw ik een ander tafeltje voor u heb, zal ik het u laten weten, meneer Bakker. Laat u maar. Weet u, ik vraag me wel eens af hoe de mensen zouden reageren als de zaak omgedraaid werd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat zouden zij bijvoorbeeld ook niet zo leuk vinden. Nee. Hè? Weet u wat? Ik ga het eens proberen. Oh, nou ja.
Nou, ik ga hier weg. Kom maar aan weg. Ik hou er niet langer uit. Ik kan er niet meer tegen. Kom hier. Joop.